Ik ben Bruno, Bruno Putseis. Denk ik best bekend voor het ontwerp van de UCDN-core versterkers bij Hypex. Vandaag als ontwerper van de Mola-Mola voor-eindcombinatie. Mijn redenering is dat de beste manier om zeker te zijn dat je muziek, zeker een diversiteit aan muziek, optimaal kan genieten, is als je er zelf niks aan toevoegt of van wegneemt. Als je alle vervormingen van elektronica en zo kan vermijden in een weergaveketen, dan is hetgeen waar je overhoudt het originele signaal. En het originele signaal is de muziek waar je naar wil luisteren. Ik vind niet dat weergaveapparatuur daarin mag ingrijpen. Het komt er eigenlijk gewoon op neer dat eender welke technologie een beetje zijn tijd nodig heeft om te rijpen. En zeker bij klasse D is er toch jaren... In de beginjaren van klasse D, of laat zeggen de beginjaren van klasse D op de massamarkt verscheen, was er veel verwarring bij ontwerpers wat nou eigenlijk de juiste aanpak was. En iedereen had een filosofietje, een beetje op zijn high-end. Dat heeft gewoon toch de nodige tijd nodig gehad voordat duidelijk werd wat eigenlijk de gezondste manier van aanpakken was. Grappig genoeg is het blijkt de gezondste manier van aanpakken eigenlijk een vrij ouderwets te zijn, maar we wilden toen te modern zijn. En klasse D, dat doe je omdat je energie wil sparen en een compacte oplossing wil hebben. Maar dat is werkelijk de enige reden, want voor de rest, als je daaraan begint, zo'n klasse D-eindtrap probeert ongeveer alles te doen behalve signaal versterken. En dus het is een ontzettende uitdaging om dat getemd te krijgen. En dat is gewoon, dat kan je niet even snel leren hoe dat moet. Ik zou echt zeggen dat het een orde van grootte lastiger is om een goede klasse D-versterker te bouwen als een goede klasse A. Dus de insteek is echt apparaten maken waarvan het uitgangssignaal op het gehoor niet te onderscheiden is van het ingangssignaal. Een simpel voorbeeldje, een manier waarop ik de voorversterker heb getest op neutraliteit, is gewoon door hem in de signaalketen te zetten van een bestaande voor-eindzetter. Dus ik neem gewoon ik neem bijvoorbeeld een bron, en dat kan eender welke bron zijn, die hoeft niet specifiek neutraal te zijn, maar ik neem een bron. En het uitgangssignaal van de bron splits ik uit. Dat gaat ofwel, of één tak gaat rechtstreeks naar een voorversterker waarmee ik ga volume regelen en bron schakelen. En de andere tak gaat de voorversterker in waarvan ik wil weten of die neutraal is. Die voorversterker zet ik op volume exact in, dus dat uitgangssignaal exact zo groot is als het ingangssignaal. De uitgang koppel ik aan een andere ingang van mijn luistervoorversterker aan. En dan kan ik gewoon AB schakelen tussen die twee ingangen en luisteren naar het oorspronkelijke bronsignaal en luisteren naar het signaal dat door mijn voorversterker gegaan is. En als ik daar geen verschil kan horen, dan is de missie geslaagd. Als ik een verschil kan horen, dan moet ik het ook kunnen meten. En als de metingen die ik tot nu toe heb gedaan dat niet uitwijzen, nou, dan moet ik gaan zoeken totdat ik een methode vind die het wel laat zien. En eigenlijk gebruik je dan de subjectieve luisterproef om je meetmethode bij te stellen, niet om je ontwerp bij te stellen. Het is altijd, je luistert om je meetmethode bij te stellen en je meet om je toestel bij te stellen. Nooit rechtstreeks van luisteren naar elektronica. Er komt iets van een 40 ampère piek uit en 80 à 90 volt piek. Daar krijg je eigenlijk toch ongeveer elke serieuze luidspreker mee aangestuurd. En dat is het mooiste compliment dat ik toch heel vaak krijg, dat mensen zeggen dat ze naar een avondje hi-fi luisteren gaan en eigenlijk ontdekken dat ze 5 minuten later enkel nog alleen maar muziek aan het luisteren en over de muziek aan het praten zijn en plaatjes zoeken. Dat moet je horen. En volledig vergeten zijn dat ze eigenlijk van plan waren om hi-fi te luisteren.